Heb je nu toch je personeel voor? Nee, had ik mijn computer aan laten staan. Hoe kan ik dat nou weten? Ik zet me meestal uit voordat ik naar huis ga. Zeg, jij verwacht toch niet dat ik nu overal op ga letten, hè, voor je? Ik ben niet jouw persoonlijke assistente. Nee. Nou, lekker. Ja, sorry. Ja. Sorry. Ik moet drinken, denk ik. Gaat dit weer? Een slokje water? Je moet niet helpen, niet meer. Dat is maar een grapje. Jij ook altijd met die achterlijke grapjes? Ik haat ze. Ik haat ze allemaal en jou ook. Is dat niet een beetje overdreven? Laat me met de rust, oké? Juut! Dat was een vaatkopje. Sorry. Ik zei jouw eigen naam. Nou, meneer Bemelmans, dit zou wel eens een geval kunnen zijn van sabotage. Meneer Bemelmans? Noemt u mij meneer Bemelmans? Sorry, meneer Maasland. Nou, ik heb het. Godsammer kraak. Dat ben ik zelf notabene. Hoop niet dat het zo'n megafeest wordt, Pico. Ja. Godverdomme! Sorry! Serieus? Nee, ja. Maar hoe komen jullie eraan dan? Kut. Mijn telefoongesprek klopt niet. Shit. Marcella krijgt de dagelijkse leiding. Zij wordt jouw nieuwe baas. Huh? Maar... alleen iemand met krachtige leidinggevende kutcapaciteiten. Shit. Krachtige persoonlijkheid, ja. Nou, hartstikke leuk voor jullie. Nog een keer. Loop? Zit er niet in Engeland? Kut, ik heb niet getekend. Langer. Tuurlijk. Nou, hartstikke leuk voor jullie. Loop. Hartstikke leuk. Niek, heb ik stroop aan mijn kont? Ik snap niet waarom je zo moeilijk doet. Want ik probeer toch wat? Oh. Nee, maar dat had ik misschien beter wel kunnen doen. Natuurlijk niet. Zij is onze enige reddende kut.